Hier ben ik weer, met een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Het programma waarin u wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen rond COVID-19 in Suriname. Zoals eerder aangekondigd, vervolgen wij vandaag het verhaal van een dame die besmet is geraakt en intussen genezen is verklaard. Hi, ik ben Chandel. Ik ben 28 jaar jong en ook ik ben slachtoffer geweest van het COVID-19-virus. Wat dus een kleine griepje of een kleine oververmoeidheid bleek te zijn, was eigenlijk meer dan een kleine oververmoeidheid eigenlijk. Ik ben geswapt geworden, heel pijnlijk, want ze gaan heel diep in je keel en ook nog in je neus. Ze hebben me geswapt en toen zeiden ze dat ik binnen 48 uur mijn resultaat kon krijgen. Op dat moment had ik echt zoiets, mijn leven, dat eindigt net hier, ik ga dood. Dat is het enige waar ik aan kon denken en op dat moment stort je wereld eigenlijk helemaal in elkaar. Ik heb één geluk gehad, ik heb vrienden en families die me elke dag, ik was daar en mijn telefoon ging elke dag over, de hele dag ook wel. Totdat ik zei van, hey, ik ga een beetje liggen. Maar ik kreeg elke dag een heleboel motivatie. Gesprekken met al mijn vrienden en families. Ik heb vrienden gehad die zich hebben bekommerd om me. En nog steeds. Want anderen rijden van helemaal van noord naar zuid. Alleen maar om het toch wel goed te doen. En als ik wist van, hey, ik krijg vandaag eten van buiten. Dus van huis uit. Ik krijg fruit, ik krijg water. Dan doet het je goed. Je weet dan dat er mensen zijn die je toch nog willen hebben. En dan zet je toch door. In alle pijn zet je door. En eigenlijk in alle eenzaamheid heb je echt zoiets van, ik moet genezen. En doorvechten. Mijn immuunsysteem opbouwen. En dan mag ik eindelijk naar huis. Want sommige mensen hebben zo graag dat ze iemand om zich heen hebben die het gebeuren eigenlijk kan navertellen. En je hebt zo andere mensen die het niet zo zwaar hebben gehad. Dus ze denken, ach, het is dan echt maar een kleine griepje, maar het is veel meer dan dat. Ik ben in alle onschuld en alle onwetendheid besmet geraakt. Ik ben simpelweg gewoon naar een poli geweest om garantiebrieven op te halen en daar is het misgegaan. Ik ben daarna thuis aangekomen, mijn mondneuskapje heb ik dan niet gewassen, op het schoon gehangen. En ik ben diezelfde middag weer daarmee op straat gegaan. En dat is dus één kleine fout die ik heb gemaakt en het is me fataal geworden. Wij jongeren denken meestal, ach, we zijn nog jong en we hebben een bepaalde weerstand. Dus het kan ons niet overkomen. Maar wat ze niet weten is dat de grootste risicogroep eigenlijk de jongeren zijn. Tussen de 20 en de 40 jaar. Dat is de grootste risicogroep. Ik heb daar gelegen met mensen die bijna alleen maar mijn leeftijdsklasse hebben. Maar men focust zich alleen maar op de mensen die ouder zijn. Terwijl dat eigenlijk veel minder is dan de jonge mensen. Als je zeg maar ook naar KKF zou gaan. Het moment ik me daar aanmeldde, dacht ik echt, zijn er zoveel mensen die besmet zijn? En niet lang dat ik dus daar zat, kwam er een bus aan. En ik zag een heleboel jongeren uitstappen. Je kon die oudjes tellen daartussen. Dus mensen denken nog steeds dat COVID-19 een grap is of dat het niet waar is. En dat sommige mensen zeggen, ja, het is maar een money-making business. En als BOG geen getallen registreert, dan krijgen ze geen geld van de WHO en al die dingen. Maar dat is het niet. Het is er echt. En je kan pas ervan praten als je het echt hebt meegemaakt en als het zwaar is gekomen op je. Het lijkt soms nog een grapje te zijn, maar het is geen grap. Sommige mensen hebben echt zoiets van, het zijn mijn vrienden, het zijn mijn familieleden, waarom moet ik een mondkapje op hebben? Maar je weet niet als de persoon op dat moment al besmet is geraakt. Ik ben bijvoorbeeld in de periode dat ik in principe al besmet ben geraakt, ben ik met medestudenten in contact gekomen. En je denkt, het zijn mijn medestudenten, dus ja. Je praat, je studeert samen aan één tafel.
Totdat je eigenlijk de symptomen ziet. En het is bij ieder verschillend. Sommige mensen die vertonen na 3-4 dagen eigenlijk al symptomen. Anderen weer pas na 9-8 dagen. Dus het is beter dat de mensen alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen. En als het niet hoeft om op straat te gaan, ga gewoon niet. Blijf gewoon bij je huis. Tegenwoordig heb je ook een heleboel bedrijven en organisaties en winkels en slagerijen die hoe noem je het ook alweer, de optie hebben voor een delivery service. Als ze daarvan gebruik kunnen maken, doe dat. En altijd, weet je, handen wassen, mondkapje ook altijd wassen. En niet vergeten om de plekken waar je vaak van gebruik maakt te desinfecteren. Een deel van de familie, die natuurlijk was de hele familie geschokt toen ze het hoorden. Mijn moeder, mijn pleegmoeder, die waren allemaal in shock toen ik zei van ik ben COVID-positief. Een deel van de familie heeft dan via via gehoord dat ik werd opgenomen en dat ik vanwege het feit dat ik ben besmet in het ziekenhuis lig. Ik heb dan telefonisch ook wel gewoon positieve reacties gehad, maar het moment ik werd ontslagen en men zag me, hadden ze echt zoiets van blijf daar. Ik ben niet vies voor je, maar je moet wel op afstand staan. En het doet soms pijn. Omdat je zoiets hebt van ik ben eigenlijk al genezen. Waarom zou je dan vies voor me moeten zijn? Maar ik denk dat mensen dat doen in onwetendheid. Dus ik kan ze niet blamen daarvoor. Hoe ik er nu zelf mee omga, het is soms nog moeilijk om het te aanvaarden dat ik inderdaad slachtoffer ben geweest van COVID-19. Ik heb soms nog nachten waar ik echt zoiets heb van, is mijn leven nog steeds hetzelfde? En ik word daar een beetje emotioneel van. Maar het is niks niet meer hetzelfde. Dat je gewoon weet dat je niet normaal de dingen kan doen die je gewend bent te doen. Ik ben eigenlijk voor elke stap die ik nu neem, ben ik bang om zeg maar een simpele afstand lopen. Voel je eigenlijk al dat je kortademig wordt. En het lijkt wel alsof je sterk bent, maar dat ben je niet. Omdat je van binnen nog een hele lange tijd hebt om te genezen. En eigenlijk is niks meer hetzelfde. Je moet nu echt op alles letten. Ik hou dan echt mijn weerstand in de gaten. Ik moet letten op wat ik eet. Ik moet letten op de plekken waar ik naartoe ga. Ik kan niet lang in menigtes blijven, omdat die energie en de zuurstof die daar rond hangt ongezond is voor me. Sporten gaat moeilijk nu, zeg maar. Je wilt dingen doen, maar je bent bang dat je eigenlijk buiten adem komt. En ik ben iemand die gewend is om al mijn dingen zelf te doen. Ik ben niet afhankelijk geweest van mensen. Als ik iets moest doen, deed ik die dingen ook gewoon. Zelden tot nooit vroeg ik mensen van, kun je dit voor me doen? En nu moet ik dat ook wel gewoon doen. Ik moet het altijd vragen, kun je me helpen, want ik kan bijvoorbeeld niet met dat mandje de trap opgaan. Of, oh nee, maar kan je me brengen, want ik kan niet meer naar die winkel lopen. Al die dingen, ja, het doet pijn van binnen. Dus ik heb het gezegd vanaf dag 1 dat ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. Ik zeg wel misschien tegen mezelf dat ik beter ben van buiten, maar van binnen ben ik nog niet geheeld. Qua emotie en qua innerlijke gezondheid ben ik nog niet wie ik moet zijn. En daarvoor gaat het tijd nemen. Ja.
Kijk, ik zou er misschien anders mee omgaan hoor, als ik wist dat ik onderliggende ziektes had. Maar dat heb ik niet. Dus je bent heel gezond en in een keer een kleine soort van een kleine griepje. En het slaat je en je bent één keer iemand anders. En mensen kunnen makkelijk praten over. Ja, je kan ermee omgaan en positief blijven, maar het is niet zo makkelijk als het lijkt. En die ondersteuning natuurlijk van je familie is belangrijk om je niet overgeslagen te voelen. Dus, maar dat heb ik wel gehad in de. Ik heb een paar tantes en ooms gehad, hè, die echt gemene dingen zeiden tegen me. En toen zei ik tegen mijn tante, weet je wat, ik wil gewoon COVID krijgen en doodgaan. Dan houdt het op. Maar dan had ik echt zoiets van, je hebt het meegemaakt. Zij hebben het niet meegemaakt. Jij weet hoe het aanvoelt. En het feit dat je het hebt overwonnen en dat je er levend uit bent gekomen, moet je alleen maar sterker maken. Ja. Als boodschap heb ik dus nog voor de samenleving. Be safe. Let op elke move die je eigenlijk maakt. Wees voorzichtig. Begin sowieso bij jezelf. De hygiëne en de voorzichtigheid begint allemaal bij jezelf. Voordat je dat kan zoeken bij een ander. En als jullie in samenscholingen zijn, waarbij er al is er één persoon maar daarbij, dus zeg maar u bent met z'n tweeën, zorg ervoor dat u gewoon alle COVID voorzorgsmaatregelen in acht neemt. En dat de sociale controle, want dat is ook belangrijk, aanwezig is. En ook vandaag spreekt psycholoog Safora ons toe over onder andere hoe om te gaan met personen die besmet zijn geraakt met COVID-19 in onze omgeving, maar die zijn na weken weer genezen verklaard. Hoe verder? Hoe moeten mensen die gestigmatiseerd hiermee worden, hiermee omgaan? Het is zo dat mensen die positief bevonden zijn, nadat ze beter worden, ze komen naar huis en dan maken ze mee dat mensen afstand van ze houden. Men wil niet meer in een omgeving komen. Er worden aangegeven, ze worden gestereotypeerd. Dit is in feite heel lastig, want het werkt ook heel zwaar op deze mensen hun mentale gezondheid. Omdat ze eigenlijk al aan het herstellen zijn van een ziekte. En in feite zouden ze juist de liefde en de aandacht moeten krijgen. Maar je gaat ze afstoten en stigmatiseren. Ze zijn al aan het herstellen. Dat wil zeggen, ze zijn al beter van de ziekte. Dus ze moeten in feite, net als wij ons overweldigd voelen, kunnen ze contact opnemen met hun arts om verwezen te worden naar een psycholoog, om dan ook hun zegje te doen en ook te kunnen praten hierover. U heeft het gezien en gehoord. Een persoon die besmet is geraakt met COVID-19 en intussen genezen is verklaard, heeft ons verteld wat zij allemaal heeft meegemaakt. We leren elke dag weer hoe het nieuwe normaal toe te passen op elkaar en met elkaar. Het is niet altijd even makkelijk. Ondertussen moeten we ook weer erop letten dat we gezond eten en gezond blijven. Angst voor COVID-19 is terecht, maar te veel angst werkt ook weer stress in de hand. Daarom blijft u leuke dingen doen en voor wat de kinderen betreft, blijf ze spelenderwijs bezighouden met inachtneming van de COVID-19 regels. Wees gehoorzaam alstublieft en let goed op uzelf. Stay safe, stay healthy.